Goedendag, dit filmpje is in verband met het vorige filmpje van hoe brand je een DVD op Mac. En daar hadden we toch gezien dat er een programmaatje bestond om van een ISO-file een USB-file te maken. Ik heb dat geprobeerd of getracht te doen op mijn laatste nieuwe Mavericks, oktober 2013 zijn we nu. En het programmaatje dat deed niet wat het moest doen onder Maverick. Dat is ook logisch, het operating systeem is net uit, dus het programma zal misschien aangepast moeten worden, hergeprogrammeerd, herschreven worden. Ik kan hier kijken op mijn harde schijf, op mijn Mac harde schijf, welke software ik allemaal gedownload heb op de Apple partitie. Dus ik zit nu in Bootcamp, ik zit op een laptop van Mac. En ik kan dus effectief mijn gegevens vanuit Windows gaan aanhalen, gaan halen uit de Mac-partitie. Het programma dat we gedownload hebben, zien we hier, UNET boot in. We hebben dus de rechterkant geprobeerd op Mac, dat werkte niet. Maar wat wel werkt, is die van Windows. Daar heeft hij tenminste op een Windows 7 geen probleem mee. Dus eens het programma geïnstalleerd, staat het nergens tussen uw programfiles. Het is een puur programma dat opstart vanuit een exitje. Dus je gaat geen programfile vervuiling krijgen. In de map programfiles bedoel ik dan. En als je dat dan opstart, dan vraagt je een aantal zaken. Dus je kan een aantal dingen downloaden. Dat is ook interessant om te weten dat er nog andere middelen zijn. Kaspersky Syndrome bijvoorbeeld. Je kan je rechtstreeks van de downloadlink halen en dan via dit doeltje op een USB brannen. Waarom een USB? Een USB is toch iets sneller als een CD-ROM die altijd moet draaien en bewegen. Dus dit is het bestandje dat we gedownload hebben, dat was Bitdefender. Dat ziet er pretty cool uit. Dat zul je straks zien in de film. Dus eens je dat ISO-foutje aangeduid hebt, dan moet je nog je USB formateren naar FAT32. We kiezen uiteraard snel formateren, de zaak een beetje vooruit te laten gaan. En dan is het kwestie van de bestandjes die in die ISO-file staat, over te zetten op onze USB. Dus momenteel is dat nog blanco. En we gaan nu hem starten. We zetten hem effectief op de juiste. Windows had een andere voorgesteld, het moest wel degelijk de tweede zijn. Dus de juiste letter kiezen van de juiste USB. En zoals je ziet begint hij stilaan wat gegevens weg te schrijven op de USB die FAT32 geformateerd is. En dat zorgt er dus voor dat we straks in een Windows omgeving kunnen opstarten via de USB. En dat laten we dan straks in een volgend filmpje zien hoe dat eruit ziet. Hier ga ik het filmpje weer wat inkorten, want hier bleef het zo'n beetje staan en duurde het een tijdje voordat de belangrijkste bestandjes eigenlijk erop waren. Dus tot straks. Zo. We hebben al een stuk van de film weggesneden. Ondertussen beëindigen we het wegschrijven van alle bestanden op de USB. Dus dat kan wat duren. Niet panikeren zou ik zeggen, maar braaf wachten. En we komen aan de laatste seconde. Wat we nu nog moeten doen, is je USB veilig uitwerpen. Van onderaan in het systeembalk rechts kan je dat met de rechtermuisklik USB er veilig uit werpen en moeten we opstarten via een of andere toetscombinatie. Kijk maar op eredubois.be om te zien hoe je moet opstarten via BIOS. En dan start je op via de USB. Succes met dit projectje! We zijn ondertussen opgestart via de USB. We moesten daar F2 of F8 of delete of een of andere toetsencombinatie. Wat hij eerst gaat doen, onze Bitdefender Rescue, is alle updates en definities halen van malware en virussen.
en scannen maar. Na het scannen krijg je dan een mooi berichtje. En hier heb ik een beetje chance. Geen enkele virus.